En dan over naar ander groot evenement in de regio. Vandaag begint de 8e editie van het festival Down the Rabbit Hole. Dit driedaagse evenement trekt ongeveer 45.000 bezoekers. Zo'n 130 festivalgangers overnachten in de buurt op een boerenland, waar ze naast een plek voor hun tent of camper ook ontbijt krijgen en een rit naar het festival. En dat is zeker een bumpy ride. Dit weekend is de koeienwei van de familie Verploegen omgetoverd tot het konijnenweidje. Waar normaal de koeien grazen, overnachten nu zo'n 130 festivalgangers. Op deze camping kunnen zij ontspannen en worden zij de volgende ochtend na het ontbijt weer naar het festivalterrein gebracht. We hebben de camping opgedeeld met een sfeervolle stretchtent met een barretje. Daar kan je 's ochtends ook lekker je ontbijtje eten. Het is een rustige camping, er zitten op dit moment ongeveer 130 man op. Met de speciale pendeldienst hoppen de festivalgangers van en naar het konijnenweidje. Het is eigenlijk heel makkelijk. We hebben een soort van veewagen, een autoambulance, een beetje omgekapt naar een veewagen. Maar die is ideaal om mensen te vervoeren door het land naar de camping. We gaan dan door het weiland, dus het is wel een ervaring. Er staat een leuk muziekje aan en we zetten ze ongeveer 400 meter voor de deur, zetten wij ze af. Tussendoor gaan de werkzaamheden op de boerderij ook gewoon door. Nou, de boerderij doe ik hoofdzakelijk zelf. Na ochtendgedeelte en het avondgedeelte het nodige. Het koeienmelken, dat doen we veelal zelf. Maar daar heb ik ook zeker hulp nodig, bij nodig. En dat heb ik ook. Dus er worden van alle kanten wat er hulp ingezet. Zowel op de boerderij als zeker hier op de camping. Want anders wordt het te veel. Dat kun je niet allemaal alleen. Dit jaar is het de tweede keer dat de camping georganiseerd wordt. En zeker niet de laatste keer. We willen het sowieso vaker doen. Het is de tweede keer dat we het zelf organiseren. En 3 jaar geleden is een bedrijf naar ons toegekomen met de vraag of wij een camping wouden organiseren voor hun. Dat hebben we toen gedaan en daarna hebben we besloten zelf daarmee door te gaan. En de gasten zijn in ieder geval al enthousiast. Nou, heerlijk. Dicht bij het festival. Top. Goed vervoer hier op de plek inderdaad. Lekker met de platte kar op en neer rijden. Nou, top geregeld gewoon. Ja, en ook een beetje luxe, hè. Onze eigen caravan bij, dus niet die kleine tentjes. Dus dat bevalt prima. Vorig jaar was dat ook al een succes hier.